about the Abba money, me suka papi. Me can give the ups, he make me sit on me. We hebben een Prodowaka gehad in verband met 40 jaar revolutie. En we zijn dus gestart bij de busterminal en geëindigd op de Wakapassi. En we feesten door met de mensen. Mensen, heb je op de been vandaag? Nou, we hadden zo'n 2500 inschrijvingen. Maar wat we hebben gezien is het toch iets meer geworden. Zo tegen de 3000 aan. Ik zeg dit, het is bijna 90 tot 100 dagen, dan gaan we naar het stembureau. 98 dagen. Laten we toch afwachten, niet zo lang meer. Dan gaan we stemmen en dan weer lukken ze maar winnen. Maar nee, er was een chaos, daarom ik Karu Tamara. Er was chaos, maar als er een naam publiek sabi, luka wagi. Look at all the Santa Udo. Look at how many hair boys take a good look. What a sicker nice. Look at all who's left and look at all the Sandy. NDP and the Revolution have a gedaan. Mensen, thank you, Lina. Apartheid is to fool. Passing back, store of all. Dus dat stukje politiek mag er niet ontbreken. Anytime wanneer de NDP ergens activiteiten heeft, moeten de achievements belicht worden. Want ik heb gemerkt, vooral politiek tegenwoordig, er is zoveel fake news. En bepaalde zaken die deze regering heeft gerealiseerd, moet behoorlijk doordringen in mensen hun hersenen. Nooit je bouwen, also, maar je leggen. Is aan Sande Sapnomo, fake news, fake news. Mensen kunnen jullie vragen, wees voorzichtig. Zoals op fake news, de Sabi. Not moro. En daarom de man komt op straat, die Tamara. Want de man lopen, joh. Anders hebben ze niets. Wat moeten jullie doen, van jullie vertellen wat ze hebben gedaan voor dit land ooit? Mensen zijn zo negatief ingesteld en zeg maar, de politieke tegenstanders, die maken er zoveel misbruik van. Maar laat Santokki en zijn VAP mij tonen wat hij heeft gedaan. Hij gaat voor de derde keer deze verkiezing verliezen. Tenminste, Somo, meneer Somo Harjo, heeft tenminste een opvang gebouwd voor kinderen. Hij heeft tenminste Biggie Smadees georganiseerd. Hij heeft tenminste Boonkop-series gehad daar onder die brug. Maar wat heeft de VAP gedaan voor de afgelopen periode, de afgelopen 70 jaar, dat ze zo de cambio's zitten op te jutten om de koers maar te laten stijgen? Wat is dat nou? En mensen morgen op te roepen, laat die kinderen naar school gaan, we hebben alle achterstaan. Ik wil vragen dat de mensen alert zijn, kritisch zijn en gewoon naar hun werk moeten gaan. We zijn al achter. Laten we, ik bedoel, achter in de zin van andere landen leveren zulke hoge producties. Andere kinderen in andere landen gaan op meerdere momenten
per dag zijn ze op school. Begrijp je? Middagschool heb je. Je hebt summer school. Je hebt allerlei dingen. En dan zijn we nu in Suriname. Dan ga je mensen oproepen om niet op school te gaan. Je moet gaan lopen in de stad. Om een stelletje mensen die vinden dat het niet goed gaat in het land. Ik zeg niet dat we een 10 scoren. Maar we hebben behoorlijk gepresteerd met de regering Wouterse Adien.